Soelie, het is weer maandag. Tijd voor het rondje langs de buitenlandse velden. We gaan beginnen met Matthijs de Ligt. Want Juve speelde in de finale. Hij zat weer op de bank. Is dat zorgelijk? Ja, is wel zorgelijk. Bonucci is basisspeler. En dan moet er eentje naast komen te staan. Het vreemde is dat als Mary Demiral speelt, dat hij wel omdraait. En dat Demiral rechts speelt. En als de Ligt speelt, speelt hij links en Bonucci rechts. Het is heel vreemd. Dat vind ik al een vreemd iets. Maar daar zal de trainer een gedachte achter hebben. Nu keert Chiellini terug van een blessure langzaamaan. Hè. Die is er straks weer bij. Die was nu ook al meegevlogen naar Riyadh in Saudi-Arabië voor die Supercup-wedstrijd. En Matthijs de Ligt is zijn basisplaats kwijtgeraakt, want dat kun je wel zeggen, voor Mary Demiral. En wat me aan die jongen opvalt, en het valt me eigenlijk al een aantal keer al op, als hij speelt, de energie waarmee hij speelt, de passie waarmee hij speelt. Matthijs de Ligt is een ander soort verdediger dan Mary Demiral. Maar Sarri heeft wel over hem gezegd, over die Turkse jongen. Op de training brengt hij ook heel veel energie mee en je ziet dat hij makkelijk met de jongens communiceert, dat hij goed in de omgang is. Dat heeft hij over Matthijs de Ligt niet gezegd. En hij laat in de wedstrijden ook wel zien, het is een veel mindere opbouwer dan Matthijs de Ligt. Mary Demiral is echt een jongen die zich kan vastbijten in een spits, daar is hij geweldig in. Hij staat ook bij de nationale ploeg naast Seyuncu. En de grote uitblinker van de afgelopen interlandperiode bij de Turken is Mary Demiral. Omdat hij ballen van de lijn haalt, omdat hij overal voorduikt, omdat hij de tackles eruit gooit. Dat is een speler waar je als toeschouwer snel van denkt, goh, wat een geweldige verdediger is dat. En die heeft nu de plek van Matthijs de Ligt overgenomen. En dat is wel zorgwekkend, want er is weinig reden om Mary Demiral er nu uit te halen. En dan heb je ook nog het feit dat Chiellini terugkomt. Dus dan kun je zeggen dat Matthijs de Ligt nu in de rangorde is afgezakt naar plek 4. Dan moet je wel meenemen, hij is natuurlijk geblesseerd geraakt, is ook behandeld voor de blessure. Schouders uit de kom geraakt. Misschien denkt Sarri ook, in aanloop naar het nieuwe jaar, geen risico's nemen met Matthijs de Ligt. Geen zware blessure wil ik erbij hebben, dus ik geef hem rust en ik stel hem niet op zolang het kan en mogelijk is. En met Mary Demiral functioneert Juventus ook. En het probleem ligt ergens anders. Maar hij moet vrezen in 2020 eigenlijk. Nou ja, ik denk wel dat Matthijs de Ligt zich zorgen moet gaan maken. In die zin dat hij niet alle wedstrijden zal gaan spelen in aanloop naar het EK. Zeker als Chiellini weer fit is. En dan krijgt Matthijs de Ligt waarschijnlijk speeltijd in wedstrijden dat de anderen rust krijgen. En dan, dat is wel funest voor je status. Hè? Ik bedoel, als je 6 maanden lang, 4 maanden lang bijna alles gespeeld hebt. En nu je plek kwijtraakt aan een jongen die veel minder heeft gekost, aan Mary Demiral. Maar ja, die maakt op de training waarschijnlijk een goede indruk en dan heeft Sarri voor hem nu gekozen. En dat gebeurt hè, bij een topclub. Ik bedoel, daar moet je ook niet al te zwaar aan tillen. Voor Matthijs Ligt is het ook een wake-up call. Je moet en fit zijn en je moet op de training laten zien en je moet je plek afdwingen. En bij een topclub, bij Juventus, moet je dan Chiellini voorbij. Nou, die is door een blessure weggevallen. En nu moet je ook bij die Demiral nog voorbij. Welkom in de top. Zeker. Hij heeft zelf gezegd, ik zit nu in een grote mannenwereld. Dit gebeurt in een grote mannenwereld. Als je een concurrent hebt die beter presteert, raak je je plek kwijt. Want je kunt niet zeggen dat Matthijs de Ligt op basis van prestaties naar de bank is verdrongen. Het is niet zo dat dit kan echt niet meer met Matthijs. We gaan het nu doen met Mary Demiral. En Mary Demiral is er ingezet in een periode dat Matthijs de Ligt met de blessure weggevallen is. En die jongen presteerde goed. En Sarri heeft aan vastgehouden. Tweede zorgwekkende is wel dat Sarri vaak voor langere tijd vasthoudt aan keuzes die hij maakt. Hij is heel koppig in zijn keuzes. Pjanic op 6. Dat laat hij een heel jaar vol. Zoals je bij Chelsea met Jorginho op 6 ook een heel jaar lang dat van je volgehouden. Dus als je eenmaal een keuze heeft gemaakt en het werkt, dan kun je ook zomaar 3-4 maanden lang in aanloop naar een EK op de bank zitten. En dat is voor Matthijs de Ligt nu wel vervelend, omdat Stefan de Vrij bij Inter wel een grote indruk maakt. Een andere Nederlander die op de bank begon was Frenkie. Maar ik denk dat we over hem wat minder zorgen moeten maken. Dat het gewoon vooral rust was, toch bij Barça? Nou, over Frenkie de Jong hoef je geen zorgen te maken, want dat is de meest ingezette speler bij Barcelona. En dan kan het een keer voorkomen dat je rust krijgt, hè, in een thuiswedstrijd waarvan Van Varden denkt, die winnen we toch wel. Maar het opvallende was wel, Busquets ontbrak in de Clásico. En toen speelde Barcelona niet goed. Busquets doet weer mee en dan zie je in de eerste helft weer een aantal steekpases richting de voorhoede. Je ziet ook de connectie Busquets-Messi. Die begrijpen elkaar, maar die spelen ook al zo lang met elkaar samen. Het middenveld van Barcelona is echt afhankelijk van Busquets en nog niet afhankelijk van Frenkie de Jong. Alleen als hij meedoet, dan haalt hij wel elke keer een bepaald basisniveau. En ik heb wel genoten van Frenkie de Jong en zijn realistische kijk op de zaken. Wiets van der Goot van Ziggo
En van Veronica, die is langs geweest bij hem voor de Clasico. Het interview, als mensen het niet gezien hebben, moet je maar even terugkijken. Hoe hij praat over zichzelf, de relatie met Messi, zijn eerste maanden bij Barcelona. Dat is toch wel, getuigt wel van realiteitszin. En ook met een glimlach alles vertellen. Dat hij zenuwachtig was voor de eerste keer met Messi op het trainingsveld. Dat hij toch dacht van, ja, ik moet wel die eerste 3-4 ballen goed in zijn voeten spelen. Want dan denkt hij ook, hey, die jongen die kan er wel wat van. Maar Messi op een training is natuurlijk net zo geniaal als Messi tijdens wedstrijden. Dat hij dingen doet dat je denkt, oké, dit is niet helemaal normaal, maar ik sta hier nu op het trainingsveld. En daar geniet hij dan van, dat hoge niveau. Ja, met Messi voetballen is bijzonder. En Busquets die begrijpt Messi volledig, want die spelen al 12 jaar samen. Ja. En Frenkie de Jong net 4 maanden, die komt net kijken. En dat zie je ook op het middenveld terug bij Barcelona. Er is nog echt zoekende nog naar een vaste vorm, waardoor ze ook in de competitie veel punten hebben verspeeld. Ja. Omdat zonder Busquets gaat het nog niet. Dan speelt Rakitic op die plek of Frenkie de Jong en is het toch minder. En Frenkie de Jong heeft ook uitgelegd dat hij zichzelf als een ander soort speler ziet dan in de Busquets-rol. Dat heeft hij tijdens het interview ook verteld. Dat hij een jongen is in de voorbereiding op het doelpunt, daar is hij op zijn best. Dus links of rechts op het middenveld bij Barcelona. Ja. Hey, goed, we gaan naar een andere Nederlander. We blijven lekker in de Nederlandse sfeer in het rondje langs de buitenlandse velden. Die ook op de bank begon, maar een heel ander gevoel heeft overgehouden aan dit weekend. Wederom Joshua Zirkzee. Nou, dat is een talent in het tweede van Bayern München. Dat nu bij het eerste is gehaald, omdat er ook vanaf de bank iets mogelijk moet zijn als het niet loopt in Bayern München. En de laatste weken loopt het niet zo heel bijzonder. De laatste twee competitiewedstrijden heeft hij eigenlijk voor 4 punten gezorgd. En ervoor gezorgd, Joshua Zirkzee heeft ervoor gezorgd dat Bayern München nog steeds in de race is om de titel en niet verder afgezakt is. En dat is wel knap, met een paar balcontacten. Hij komt erin, Lewandowski past zich een beetje aan en hij mag dan in het gebied van Lewandowski opereren. En hij heeft wel een neusje voor de goal. Het is wel echt een afmaker. Hij heeft ook een behoorlijke fysiek. Wordt als heel getalenteerd gezien, hè, binnen de organisatie van Bayern München. Ook in de tweede helft doet hij het goed. Het is een lekker begin van je carrière op je 18e. Ja, zeker. En helemaal met Lewandowski als concurrent die in de vorm van zijn leven misschien wel zit. Dat is ook een bijzonder verhaal. Hè, dat Lewandowski na de laatste competitiewedstrijd direct met Müller-Wohlfahrt naar het ziekenhuis is gereden om zich te laten opereren. Hij is al maanden licht geblesseerd. Ja. En wordt nu geopereerd en dan is hij voor de volgende wedstrijd weer terug, want hij wil natuurlijk een record gaan breken, Gerd Müller. Maar hij heeft er nu al heel veel gemaakt. Samen met Timo Werner gaat hij om de topscorerstitel strijden. En zo'n spits is daar toch mee bezig. Dus die plant zo'n operatie precies in een wedstrijdloze periode, zodat hij topscorer kan worden. Maar wat is toch heerlijk voor een spits als Joshua Zirkzee om dagelijks met hem op het veld te staan en te kijken. Want het is natuurlijk iemand die heel intelligent is in de manier van bewegen in de 16. Nou, daar kan hij alleen maar van leren. Dus een betere leermeester kun je niet wensen dan Robert Lewandowski. Zeker. Hey, Malen... Ja, dat is ook wel interessant voor Oranje natuurlijk. Ja, ik wou net zeggen. Malen Joker is natuurlijk geblesseerd. Depay geblesseerd. Het is er waarschijnlijk nog een beetje te vroeg om een Zirkzee mee te nemen naar het EK, maar... Ja, weet ik niet. Als jij de komende tijd in belangrijke wedstrijden 1-1 bij München, Gladbach, en jij beslist dan zo'n wedstrijd en je doet het een aantal keer, je doet het 5, 6, 7, 8 keer, ja, dan denk ik dat Koeman toch op een gegeven moment gaat denken, nou, vanaf de bank is Joshua Zirkzee toch wel een optie. Want Bayern München is een hoog niveau, de Bundesliga is een hoog niveau. Dan moet je toch een bepaald niveau hebben. En als je dan elke keer laat zien. En stel je voor dat hij ook een keer in de basis mag beginnen. En dan overtuigt hij ook. Ja, dan wordt het een interessante optie. Ik bedoel, sommige jongens komen heel snel. Hè, en sommige jongens zijn op een 18e top. En ja, hij maakt toch wel indruk. Want iedereen in Duitsland is toch wel een klein beetje in de ban. En zeker bij Bayern München van Joshua Zirkzee. Het is natuurlijk wel even een momentopname. Ja, natuurlijk is het een momentopname, maar je moet het wel doen. Zeker. Hij deed het hartstikke goed. Dus gewoon vooral blijven doorgaan. En wie weet wordt hij een keer opgeroepen. Dan gaan we even naar Liverpool. WK-titel gewonnen, hè? Ja, zo'n tussendoortje WK voor clubteams is niet iedereen heel erg in geïnteresseerd. Liverpool wilde hem graag winnen, maar je zag dan in de halve finale tegen Monterrey. Het speelde Liverpool met een B-ploeg en in de laatste minuut lost het nog op en bereikten ze die finale. Met zo min mogelijk energie een maximaal resultaat halen, dat heeft Liverpool gedaan met die WK voor clubjes. En Flamengo ging er echt voor. Hè. Voor hun is het een hele belangrijke titel van Liverpool winnen. Ook gezien het verleden, maar dat misschien te lang om daarover uit te wijden. Ja. Maar voor Flamengo is het WK voor clubjes echt een grote prijs. En Jurgen Klopp, ja, je moet die prijs winnen omdat je Liverpool bent en favoriet. Maar ik denk niet dat straks na de landstitel in mei iemand nog begint over het WK voor clubteams. Dat is mooi voor op je cv. Dat is leuk om te winnen, maar het gaat om de Champions League nog een keer winnen. Het gaat om vooral kampioen worden. Ja, maar sinds 1990. Liverpool is wel vanuit 2019 perspectief de beste ploeg, lijkt me, van heel de wereld. Absoluut.
als je de Clasico hebt gezien, Barcelona, Real Madrid, dat niveau, dan zet je af tegen Liverpool. Ja, Liverpool speelt het voetbal van de toekomst en de rest blijft nog een beetje achter. Liverpool is echt een hele moderne ploeg waar ook in de scouting, de manier waarop zij trainen, de manier waarop zo'n spelersgroep voorbereid wordt op een wedstrijd, daar lopen ze echt in voor. Het is een heel modern. Sinds Jurgen Klopp daar is binnengekomen, is dat heel snel gegaan met de ontwikkeling van die ploeg. En daaromheen verandert ook veel. Ze hebben nu een speler binnengehaald alvast hè, voor de komende half jaar nog. Minamino van Red Bull Salzburg. Koopje van 7,5 miljoen euro. Dat past perfect in de filosofie van Jurgen Klopp en het elftal. En, en andere ploegen hebben het heel moeilijk. Arsenal heeft het moeilijk. City heeft het moeilijk. United heeft het moeilijk. Al die ploegen die hebben moeite nu. City eindigt ook een bepaalde periode nu met Guardiola. Het kan zomaar zijn dat hij aan het eind van het seizoen stopt. En Liverpool is klaar voor een hegemonie voor langere tijd. Want Klopp heeft ook bijgetekend. Dus dit worden de Liverpool-jaren.